Dit is een korte uitzending van Beit Ahavat Torah. Ja, goeiedag allemaal. Deze video eventjes om twee redenen. Omdat ik toch weer eens even wil kijken wat er allemaal met StreamYard te doen valt. Een programma dat ik een tijd lang niet meer gebruikt heb. Omdat ik geen live programma's heb gedaan. Nu al een hele tijd. Komt wel weer. Maar het zal nog wel eventjes duren. En ten tweede, omdat ik toch nog bij het herlezen van een paar blogs die ik heb geschreven de laatste tijd, behoefte heb om daar wat toelichting op te geven. Ze zijn toch niet zo vanzelfsprekend als ik zelf gedacht had. Ik hoop trouwens dat jullie fijne kerstdagen hebben gehad. En misschien nog steeds genieten van vakantie. Om straks het nieuwe jaar weer te kunnen beginnen. Zoals je het nodig hebt om het jaar te beginnen. Met frisse moed. Met goede voornemens. Ik heb in ieder geval met het goede voornemen om straks weer wekelijks een live programma te verzorgen over de dingen die jullie en mij op dit moment natuurlijk erg bezighouden. En de verhouding Jodendom-Christendom is zonder meer de belangrijkste daarvan, maar dus ook de uitleg van de teksten van Tenach en de rol die de rabbijnse literatuur dan daarbij kan spelen. Ik sta nog maar als een klein kind aan het begin van die gigantische tuin, waar zo ontzettend veel te ontdekken valt, dat ik zeker weet dat ik daar de komende 100 jaar meer zou moeten doorbrengen. En dat is uiteraard geen tijd die mij gegund zal zijn. Maar beetje bij beetje, brokken hier en daar om over na te denken, om mee bezig te zijn. Dat is misschien op dit moment even het belangrijkste dat we kunnen doen. Oké, we gaan dus even kijken naar de tekst van de blog. Redding en wetsgetrouwheid, een reactie op Berghof, christelijk geloof. Nou, dat gaan we zo direct doen. Ata mazin letikun Beit Ahavat Torah, ערוץ האינטרנט ללימוד תורה וספרות רבנית. En zo is dat. Nou, hier staat de tekst. Redding en wetsgetrouwheid. Reactie op Berghof, christelijk geloof. Dat boek Christelijk Geloof van Berghof, ik heb hier ook een wat oudere editie. Zoals die boven in mijn studeerkamer stond, een nieuwere editie staat dan weer beneden. Pagina 256 van Christelijk Geloof. Ik dacht dat dat een tijd lang aan de VU zelfs een verplicht boek geweest is. Maar daar is een aardig gedeelte en ik moet Berghof in ieder geval dit grote compliment geven dat hij het over de weg van Israël heeft in een christelijke theologie. De weg van Israël in het Oude Testament, paragraaf 29, dan gaat het over de verhouding dus tussen Oude en Nieuwe Testament en de geschiedenis van Israël en de geschiedenis van Jezus. Daar zit dus deze passage in. Pagina 256, en die heeft de titel De mens, hoop en wanhoop gekregen. Nou, die geschiedenis van Israël tot en met de Babylonische ballingschap, die wordt door het Jodendom zelf niet veel anders verstaan dan door het Christendom. Dat is relatief hetzelfde. Maar ja, over die periode na de ballingschap moet door het Christendom het een en ander worden opgemerkt. Want dan hoor je zaken als dit. De geestelijke ballingschap is niet opgeheven en daarom is Jezus gekomen. Het volk dat terugkeerde uit de ballingschap is al heel snel weer in de zonde beland en daarom is Jezus gekomen.
dat volk dat terugkeert in ballingschap is alleen maar teruggekeerd in Gods voorzienige omgang met de wereldgeschiedenis, omdat het land Israël voorbereid moest worden op de komst van de Messias in haar midden. Dat is de enige reden. Er zit geen zelfstandige waarde in wat er gebeurt onder Esther en Nehemia. Nou ja, als dat allemaal zo is, dan heeft de christelijke theologie in zekere zin het volste recht van bestaan. Dan zegt ze dus, kijk eens, de ballingschap is eigenlijk het einde van Gods omgang met Israël. En de rest is voorbereidingstijd. Dus Esther en Nehemia, voorbereidingstijd. De profeten van na de ballingschap, voorbereidende profeten. Dan komt de laatste profeet Johannes de Doper en dan komt Jezus en dan begint dat nieuwe begin. En dan overlapt dat met een tweede en veel meer definitieve ballingschap. En dat is de Europese ballingschap die begint na het einde van de Tweede Joodse Oorlog in 135. Rond die tijd. Nou, dat is een prachtig schema en dan begint de tijd van de kerk. En dan krijgen we in de 20e eeuw de grote, onmogelijk te beantwoorden vraag. Nou, wacht eens even. Als het christendom, de christelijke kerk, dan Israël heeft overgenomen. Wat is dan de status van Israël? Nou ja, holocaust. De vernietiging van Israël als de voorbereiding op een perfecte Germaans-christelijke wereld. Dat is het heidense antwoord op dit alles. Maar dan 1945, na het verslaan van de nazi's, Nazi-Duitsland. De terugkeer van het volk naar Israël. Help, wat betekent dat dan? En dan zou je eigenlijk in de christelijke theologie met terugwerkende kracht moeten vragen. Hoe zat het dan met Ezra en Nehemia? En hoe zit het dan met profetieën die we hebben geduid als profetieën in de richting van de Messias Jezus? Nog eens kijken naar Jesaja 53 misschien, de tekst over de lijdende knecht. Nog eens kijken naar Psalm 110, de psalm over de Messias die op zijn troon gaat zitten en daar God genoemd wordt. Nog eens kijken misschien naar de teksten die met het aanbreken van de Messiaanse tijd te maken hebben. Ezechiël 40, 48, derde deel van Jesaja 40 tot en met 66. Nog eens kijken, misschien zit het toch anders dan we denken en misschien is zowel reëel in de geschiedenis als ook in Tenach, de betekenis van de terugkeer van een deel van het volk onder Esra en Nehemia naar het land van veel groter belang dan we denken, is het een zelfstandige heilsgebeurtenis en niet een voorbereidende gebeurtenis op de aankomende heilsgebeurtenis. Het is niet een uiting van Gods voorzienigheid die aan de touwtjes trekt en dan de komst van zijn zoon in de wereld mogelijk maakt. Het heeft een zelfstandige betekenis. Oh, maar wacht eens even. Van daaruit gaan dan de twee lijnen van interpretatie volledig uit elkaar. Dit is misschien wel het breekpunt. Hoe wordt de ballingschap gezien? Is dat de dood van Israël? En is er dan een opstanding nodig? Moeten we dan meteen gaan denken aan Ezechiël 38, het dal met de doodsbeenderen? Dat is het resultaat van de ballingschap. Israël ligt daar dood en dan moet het opnieuw tot leven worden gewekt en daartoe komt de Messias Jezus. Is dat dan de lijn van de geschiedenis? Of moet je zowel die profetie anders lezen als met name ook Esra en Nehemia anders lezen? Kijk, daar zit heel vaak een schema van denken achter. Bijvoorbeeld in deze trant. We weten toch al dat Jezus zich verzet tegen de Farizeese vroomheid. We weten toch al dat Paulus nadrukkelijk afwijst dat mensen door wetsgehoorzaamheid behouden kunnen worden. We weten toch al dat geest en wet tegenover elkaar staan, net zoals geest en vlees tegenover elkaar staan. En we alleen maar door de geest gered kunnen worden. Dat weten we toch al. Nou ja, als we dat weten, en we lezen dan bij Esra en Nehemia dat het hele volk daar weer de Torah gaat aanhoren en dat men opnieuw het paasfeest gaat vieren en dat er een reformatie komt onder de Joodse teruggekeerde ballingen, vergelijkbaar met de reformatie onder koning Josia in Juda, die we beschreven vinden in het tweede boek Koningen. Herstel van de relatie tussen God, het volk en de Torah. En daarnaast de tweede lijn, met name in Ezechiël, de priesterprofeet, het herstel
misschien in de toekomst, het herstel van de tempel en alles wat daarmee te maken heeft. Tempel en Torah, land en volk, dat zijn de vier grote thema's die uit die Babylonische ballingschap tevoorschijn komen, die elk op een andere manier in het profetisch licht worden gesteld, maar er is één duidelijke lijn. Het land is misschien nog niet helemaal van Israël, zeker niet het land dat Abraham beloofd is, dat is nog steeds niet het geval. Het volk is misschien nog niet geheel, zeker niet, als we eraan denken dat de 10 stammen ontbreken. Volk, land, tempel, de tempel is er niet meer, dus er kunnen nu geen offeranden worden gebracht, behalve waar de profeten op gewezen hebben, de offeranden van de lippen. Hebreeën 11 zegt hetzelfde, de offeranden van de lippen die zijn naam belijden. Dat is een vergelijkbare gedachte als in het rabbijns jodendom, dat de gebeden nu de plaats innemen van de offers samen met de studie van de wetten van de offers. Wat hou je dan over? Torah. De Torah is het enige wat in Israël in volle zin gedaan kan worden. Nou ja, niet in de tijd van de Maccabeeën, want toen waren de eerste Grieken, later de Romeinen, zeer anti-Torah. Die moest verboden worden en die kon niet worden gehoorzaamd enzovoort. Alle vier zijn omstreden trouwens. De tempel kan niet worden herbouwd omdat de moslims dat land daar bezetten en de Messias nog niet gekomen is. Het land is omstreden, dat behoeft geen nader betoog. Het volk is omstreden, wie behoort nou eigenlijk tot Israël en waar zijn die 10 stammen dan uiteindelijk? Dat moet toch een bijzonder grote menigte zijn. Het enige wat niet omstreden, nou, ook omstreden dus, de Torah. Door christenen als nou ja, het Oude Testament gezien, als een voorgaande fase enzovoort. Maar dat zijn de vier dingen die Gods openbaring aan Israël definiëren. Torah, volk, tempel en land. Die horen onverbrekelijk bij elkaar. En daar is ook het rabbijnse jodendom uit voortgekomen. Nou, zonder verdere inleiding dan maar naar de blog. Het gaat over de verhouding tussen redding en wetsgetrouwheid. Zoals die naar voren komt in het boek van Berghof, Christelijk Geloof. De profetie van Jeremia 31 en de vermaning van Deuteronomium 30. Jongens, ga gewoon eens kijken naar die oude blog. Nou ja, oud, 2-3 weken geleden. Volg dat nou een beetje. Want ik probeer mijn best te doen om dat in goede samenhang met elkaar allemaal te vertellen. De vermaning van Deuteronomium 30 die te maken heeft met vernieuwing, radicale vernieuwing. De besnijdenis van het hart in Deuteronomium 30 en Jeremia 31, de vernieuwing van het verbond. Daar heb ik allebei over gesproken in die vorige blogs. Waar draait het dan om? Er komt een radicale vernieuwing en mijn these is het dat de Torah daar een hele belangrijke rol in speelt. Jeremia 31 en Deuteronomium 30. Maar dat zijn andere teksten waarin de tempel een enorme rol speelt. Dat is het geval bijvoorbeeld in Ezechiël 40 tot en met 48. De vernieuwing waar in die teksten over gesproken wordt, besnijdenis van het hart en het nieuwe verbond, die hebben beide volgens mij te maken niet met een openheid voor de komst van de Messias, maar een andere houding tegenover en een andere verhouding tot de Torah. Een andere houding, dat wil zeggen die Torah moet verinnerlijkt worden. Er mag geen uiterlijke godsdienst zijn. Dat heeft Israël al heel vroeg ontdekt. Dat hoeven christenen haar niet te gaan zitten uitleggen. Hoe belangrijk ook de innerlijke eenheid is met de voorschriften van de Torah. Maar ook een andere verhouding tot de Torah. Andere verhouding tot de Torah betekent dat we niet langer de Torah gebruiken om externe geboden en regeltjes te leren. Maar dat die verhouding tot de Torah een levende verbinding is met Gods stem. Nou heeft Berghof een aardige dienst bewezen aan ons door op die twee pagina's, 256 en 257, een overzicht te geven van het profetisch getuigenis met betrekking tot de vraag, hoe krijg je die ongehoorzame mens, zegt hij daar, hij maakt het universeel, die ongehoorzame mens nou tot een gehoorzaam mens. En dat wordt als ware toegelicht in concreet toe, in de specifieke werkelijkheid van het volk Israël. Hoe krijg je dat ongehoorzame Israël nu tot een gehoorzaam Israël? Wat zeggen de profeten daarover? Nou ja,
daar begint hij natuurlijk te zeggen, die vernieuwing ligt in de eerste plaats, bij Jeremia in het idee van een radicale innerlijke vernieuwing. En dat is daar in hoofdstuk 31 verbonden met de verinnerlijking van de Torah. De Torah verinnerlijken betekent je innerlijk vernieuwen tot een nieuwe, vruchtbare verhouding tot de God van Israël. Ezechiël spreekt voornamelijk over een uitvloeisel daarvan, namelijk de herbouw van de stad Jeruzalem en de tempel. Nou, dan krijgen we een suggestie van Berkhof, die velt een oordeel over de ballingen die zijn teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap en nu in het land dus de stad weer opbouwen en de tempel weer bouwen. En zijn these is, de ballingen hebben deze innerlijke vernieuwing niet gevonden. Dat is immers het getuigenis van de profeten Haggai en Zacharia. Nou, lees Haggai en Zacharia nu maar nauwkeurig op na. Haggai constateert wel gebreken van het volk, maar spreekt geen oordeel uit, waarin hij die hele poging om stad en tempel opnieuw op te bouwen, als een échec betitelt. En Zacharia spreekt in de hoofdstukken die Berkhof hier citeert, helemaal niet over de teruggekeerde ballingen, maar spreekt eigenlijk over een nog verder liggende toekomst, waar deze terugkeer uit de ballingschap een soort prelude op is. Maar Berkhof stelt het zo, er is een falen van Israël onder Esra en Nehemia, en daarom gaat de profetie zich bezighouden met de herbouw van de stad en de tempel. Daarom krijgt hij bij Ezechiël zo'n enorme nadruk. Waarom is dat? Omdat dat innerlijk vernieuwen onmogelijk is. En dan moet het maar in de nieuwe tijd gebeuren via de herbouw van de stad en de tempel. En dan kan in een christelijk theologisch verband worden gezegd, oh, maar wacht even, die tempel is er niet. En die stad is niet helemaal compleet. Dat zal dus in de toekomst wel zo zijn. De herbouw van de stad als een volledig Joodse stad laat namelijk nog op zich wachten. Maar dat kunnen we toch ook anders begrijpen? Die profetische kritiek van Haggai en Zacharia, kunnen we dat niet begrijpen als een begeleidende vermaning voor het teruggekeerde Israël om de radicale vernieuwing, namelijk die van Jeremia 31, die is ingezet bij de terugkeer uit de ballingschap, nu ook daadwerkelijk te accepteren, daarin te volharden, daaraan vorm te geven. Het is geen extreme kritiek die we daar tegenkomen. Het is niet een totale veroordeling van het volk. Het is, laten we zeggen, harde kritiek van misstanden, zeker. Maar zonder dat daarmee het einde gemoeid is. Ik maak even een sprongetje naar iets wat ik later in de blog zeg. En dat is dat we dat met name zien, ook in de geciteerde tekst bij Berkhof, geciteerde tekst uit Nehemia. Nehemia 13 zegt hij, dat is toch het échec van die hele terugkeer. Nehemia zucht daar dat hij nog steeds gigantisch veel zonde ziet. Nou ja, laten we daar straks maar op terugkomen als we die tekst voor ons hebben. Maar daar zit een enorme overdrijvingsdrang in. Dus niet alleen maar is het overdreven, maar dat is ook de bedoeling om het aan te zetten, fors aan te zetten. Want wat moet Berkhof natuurlijk zeggen? Dat vanwege dat voortgaande falen van Israël, dan geconstateerd door Jeremia, geconstateerd door Ezechiël, Haggai, Zacharia, allemaal constateren ze dat. Dat er dan een mogelijkheid is om te overwegen dat God inderdaad een nieuwe inzet geeft, een nieuw initiatief, een interventie in de geschiedenis die de problemen die het Oude Testament uiteindelijk dus niet kan oplossen, dan daadwerkelijk wel gaat oplossen. De negatieve beoordeling van de staat Israël meteen na de ballingschap, van het volk Israël meteen na de ballingschap, staat uiteindelijk in dienst van dit expliciet maken van Gods noodzaak om met de Messias te komen. Hij moet die Messias wel brengen. Want het volk blijft volharden in zijn zonde. Nou, die profetische kritiek is niet mals en zal ook wel terecht zijn. Kunnen wij natuurlijk nooit zomaar bevestigen. Maar we nemen dat aan. Omdat ook Israël de woorden van hun profeten natuurlijk serieus nemen.
Maar wij hebben geen recht om daarvan te maken. En ook nieuwtestamentische schrijvers hebben geen recht om daarvan te maken. Ja, maar nu is het over. Israël is dood. Nou, laten we eens even kijken. De radicale vernieuwing waar Jeremia en Ezechiël over hebben gesproken, is in beginsel mogelijk geworden door de terugkeer en door de hernieuwde aandacht voor de fundamentele rol van de Torah. De kritiek op de gebreken van het volk bij de profeten na de ballingschap is geen aankondiging van een volledig oordeel, wat Berghof dus wel suggereert. Het legt eerder de nadruk op de voorbereiding van staat en tempel, op wat de vervulling is van het nieuwe verbond, de vervulling is van de terugkeer tot Israël, en dat is, zoals Malachi dat noemt, de Heere zelf komt nu. De Heere zelf zal nu komen. Ik denk dat het een vergissing van Berghof is om in dat verband nu te gaan spreken over de verzoening van de vele voortdurende zonden. En dat zou dan komen uit die hoofdstukken 40 tot en met 48 van Ezechiël. Want de profeten moeten in het schema waarin Berghof denkt, die moeten zoiets als een volledig falen van Israël vaststellen. Nou, dan heeft hij toch een beetje pech, want de offeranden die in Ezechiël 40 tot en met 48 in die herstelde tempeldienst worden beschreven, zijn geen andere zondoffers, geen andere offeranden dan al in de Leviticus beschreven zijn. En dat zijn dus alleen offeranden voor onvrijwillige, onopzettelijke zonden van het volk. De opzettelijke zonden van het volk moeten op een geheel andere wijze worden vergeven dan wel uitgeboet. Het gaat dus om, niet om een wending die in Ezechiël aangekondigd zou zijn, nog in Jesaja 53, nog in Jeremia 31, gaat het om een wending in Gods geschiedenis. Het gaat eerder om het feit dat God zijn eigen geschiedenis doorzet, ondanks het falen van het volk. Maar de formulering bij Berghof is erop uit om het christelijk dogma van de uiteindelijke verzoening van alle zonden aan te duiden. Terwijl Ezechiël over offeranden spreekt, zoals een priester nu eenmaal moet spreken, binnen de kaders van het Jodendom, en dat is als middelen tot vergeving van onopzettelijke zonden. Dat is al een enorme oppositie. De Hebreeënbrief die dus zegt van ja, bloed van bokken en kalveren kon je niet bevrijden van andere zonden dan die van die onopzettelijke zonden. Ja, dat is een truism, heet het dan in het Engels. Natuurlijk niet, maar wie had dat dan ook verwacht? De Torah onderwijst dat ook helemaal niet. En dat suggereert dat de schrijver van de Hebreeënbrief ervan overtuigd is dat er wel een soort gelijk offer noodzakelijk is en ook werkelijk gebracht is. Ja, dat is zijn christelijke overtuiging die dan ten opzichte van Tenach eigenlijk uit het niets komt. Het voortzetten van de innerlijke vernieuwing is de pointe van wat de profeten zeggen. En die is al begonnen in de tijd van de terugkeer en zal uiteindelijk volledig vervuld zijn in de Messiaanse tijd. Dat ze natuurlijk niet helemaal vervuld is, dat blijkt uit de toestand van het volk. Er is nog geen volledige bevrijding. De Messiaanse tijd moet nog aanbreken. En bovendien is de poging van die teruggekeerde, maar dat is dus niet al in de tijd van het Oude Testament, maar misschien van later pas te zeggen, met de verwoesting van stad en tempel in 135, dan zou je kunnen zeggen dat er misschien sprake is, niet eens van een wending, maar van een hernieuwde ballingschap. Dat is dan de derde, Egypte, Babel, Rome, zou je kunnen zeggen. Een drievoudige ballingschap. Ja, en die derde ballingschap in Europa, onder Rome om te beginnen, heeft dus heel erg lang geduurd. 1900 jaar, 2000 jaar, tot 1948. En dan begint dat volk terug te komen, voorspeld trouwens door Ezechiël. En we zijn nog niet in die Messiaanse tijd. Ook dat is heel helder.
Maar dat er sprake zou zijn van een wending en ommekeer in Gods omgang met Israël, dat blijkt dus helemaal niet uit de teksten van Tenach. Behalve als je dus een heel specifiek christelijk perspectief daarop loslaat. Zolang de 10 stammen nog niet waren teruggekeerd, zolang Israël nog aan de macht van Rome onderworpen was, kon er geen sprake zijn van een directe verwachting van de komst van een Messiaanse koning. En dat zie je dus ook nauwelijks. En je ziet het heel even in de opstand van José de Galileër in het jaar 4 voor de gewone tijdrekening, die dan als een Messias wordt gevolgd. En je ziet het in het enthousiasme van sommigen rondom Jezus, die menen in hem die Messiaanse voortrekken gevonden te hebben. Dan zeggen de Emmausgangers, en we hadden gemeend dat hij het koninkrijk van God zou beginnen, zou stichten, maar helaas, het is niet gebeurd. En dat is eigenlijk, laten we zeggen, het laatste woord van het Jodendom, van het verstandige Jodendom uit die tijd. Jozef van Arimathea, die Jezus wil begraven, omdat hij in hem toch een medejood ziet. Nicodemus, die in hem toch een grote leraar ziet. En de Emmausgangers, die in hem toch degene zag op wie ze terecht gehoopt hebben. Maar het is niet gegaan zoals ze gehoopt hebben. Dus ze komen tot de conclusie dat bij al het positieve dat er over Jezus gezegd kan worden, hij toch niet de Messias was, want die zou niet falen. Die zou erin slagen om Israël te herenigen, vrede te brengen, de vijanden te verslaan en daadwerkelijk het koningschap op zich te nemen. Het herderschap over het gehele volk Israël is dus niet gebeurd. Ja, maar dan kan het ook niet de Messias zijn. En de Messias ontleent zijn status aan de Messiaanse tijd die door hem aanbreekt. Het is geen soort van apart gegeven dat je zonder de Messiaanse tijd kunt behandelen. In de interpretatie van Jesaja 53 ligt een bepaalde dubbelzinnigheid. Ik weet dat er Joden zijn die zeggen, het gaat uitsluitend over het lijdende volk dat de knecht des Heren is. Kijk maar naar hoofdstuk 40. En zo doen ze dat ook met de psalmen. Het is eigenlijk steeds maar Israël die daar het onderwerp is. Ja, en ik denk dat ze in de psalmen zouden toegeven, ja, maar het is een beetje dubbelzinnig. Het gaat over de persoon die Israël vertegenwoordigt. En het gaat over Israël als de gehele natie, die in die representant van het volk als het ware zijn geschiedenis herhaalt. Die dialectische verhouding van beide, die wordt heel vaak niet gezien. Maar die wordt ook door christenen miskend. Jesaja 53, alles wat daar gezegd kan worden over de Messias moet tegelijkertijd gezegd kunnen worden over Israël als volk. Want dat is het volk dat de knecht is. En omdat het de knecht is, kan het in één enkele, die in bijzondere mate die functie van de knecht uitoefent, worden gerepresenteerd. Dat is nou precies het idee van die representatie. Maar Jesaja 53 spreekt dus over het lijden van het volk. En dat lijden van het volk, zou je kunnen zeggen, wordt als het ware herhaald en zichtbaar gemaakt in die personificatie van het volk, of in de representant van het volk, maar allebei. Maar er is een verhouding tussen die twee. En je kunt niet zeggen dat in Jezus geheel Israël gekruisigd wordt. Dat zeggen we toch niet? Christelijke theologen zeggen toch, Israël heeft Jezus via de Romeinen aan het kruis genageld. De Joden hebben hem toch immers verworpen. Terwijl de Joodse benadering zou moeten zijn, als de Messias komt, dan is zijn lijden representatief voor het lijden van het volk. En dan is het lijden van het volk in hem aanwezig. Je ziet een glimp daarvan bij de doop van Jezus in de Jordaan. Daar treedt hij in de solidariteit met het volk. Op een bijzondere wijze, want dit zijn, laten we zeggen, de mensen van de minderheid, de mensen van de marge, van het restant in Israël, die zich daar door Johannes laten dopen, naar dat nieuwe begin willen aankondigen. Een nieuw begin, maar in de zin van dat ze op zich willen nemen om waarachtige, ook in geestelijke zin, teruggekeerde banningen te zijn. Tegenover dat establishment, zeker is daar sprake van een strijd tussen twee verschillende Joodse theologieën die daar aanwezig zijn. Maar Jezus verklaart ze daar solidair met hem,
Maar je kunt niet zeggen dat die solidariteit met Israël als geheel aan het kruis terugkeert. Want daarin wordt niet het lijden van het gehele volk zichtbaar. Daar wordt de representant van God tegenover het volk dan zichtbaar in de christelijke theologie. Moeten we niet op die manier doen. We moeten niet spreken over die plaatsvervangende verzoening. Van Jezus gaat in plaats van de mensheid aan het kruis. Gaat in plaats van Israël aan het kruis. En leidt daar in de vorm van plaatsvervanging als substitutie over voor hen. Zo moet je dat niet zeggen. Je moet zeggen dat in de concrete geschiedenis de Messias, wanneer hij komt, volstrekt solidair zal zijn met het lijden van zijn volk. Want dat volk is en blijft de oogappel van de God van Israël. Het lijden van het volk Israël wordt beschreven in Jesaja 53 en dat is volledig het lijden ook van de representant van Israël, zoals ook het herstel van die representant, hè, want hij zal nazaten zien, hij zal kinderen zien, wordt hij gezegd. Kun je toch van Jezus niet zeggen, maar goed, dat wordt dan vergeestelijk uitgelegd. Letterlijk gezien, hij zal kinderen krijgen. Nou ja, dat is de vruchtbaarheid van die messiaanse figuur, die representant, die de knecht van de Heer is als enkeling voorgesteld. Maar dat slaat dan op de vruchtbaarheid van het hele volk, hè, dat dan weer nakomelingen zal hebben. Dat is dan de belofte van het volk die aan Abraham en Jacob gegeven is. Zo liggen denk ik die verhoudingen. Je moet dus wel die dialectische manier zien waarin Jesaja 53 door te spreken over het volk de representant bedoelt en door te spreken over de representant het volk bedoelt, waarbij bovendien de aangesprokene of de spreker quasi de volkeren nog is. Hè? Of het wordt in verband met die volkeren gezegd, wie heeft onze prediking geloofd, kan zij de prediking van de volkeren over Israël, van sommigen uit de volkeren over Israël, of de prediking aan die volkeren vanuit Israël. Dat Israël heeft gezegd en heeft laten zien, kijk nou, kijk dan naar de geschiedenis, kijk naar wat er gebeurt met dit bijzondere volk. Kijk naar ons, want bij ons leer je de God van Israël kennen die de schepper van hemel en aarde is. Nu nog even terug naar Nehemia en de bewering van Berghof dat er zo'n crisis zou zijn, meteen na de terugkeer. Is er dan in het geheel geen sprake van, ja, van een crisis natuurlijk wel, maar van een fundamentele crisis na de terugkeer? In de woorden van Berghof, het volk wordt opnieuw geconfronteerd met de betekenis van de Torah. Wat, schrijft hij, aanvankelijk tot schuldbewustzijn leidt. Let wel, hij spreekt dus over het collectief, over het hele volk. Maar uiteindelijk constateert Nehemia dat er opnieuw sprake is van de ontheiliging van de Sabbat en van gemengde huwelijken. Nou, Israël dus geen puur en rein volk meer. Want die gemengde huwelijken zijn altijd relevant, omdat ze tot afgoderij leiden. Want er kunnen geen gemengde huwelijken zijn. Die vrouwen moeten zich bekeren. Die moeten Joods worden. Dat is op de huidige dag. En er is sprake van ontheiliging van de Sabbat. Dus het hoofdstuk als geheel is voor Berghof een indicatie dat de terugkeer gefaald heeft. Het is niet gelukt. Als je nou nauwkeuriger gaat kijken, om te beginnen, het hoofdstuk als geheel constateert aan het eind, in vers 30 en 31, dat Nehemia aan deze misstanden een einde maakt. Dus dat zul je dus zien na de terugkeer. Er is een poging tot verval, maar dat wordt hersteld. En dan weer een poging tot verval, dat wordt hersteld. Dan is er een tijd van verval en dat laat zich niet meer herstellen. De connectie met de Romeinen heeft het zo ver gebracht dat die Romeins-Joodse oorlog uitbreekt en dat leidt tot die Europese ballingschap. Dat is binnen de terugkeergeschiedenis natuurlijk een belangrijke herhaling van de Babylonische ballingschap. En die duurt ook best heel lang. Maar zelfs in die ballingschap is nu, en dat is het nieuwe, in die ballingschap is nu dat motief van die wetsgehoorzaamheid tot bloei gekomen. Ik denk dat het inderdaad een interventie van God is geweest dat Israël opnieuw in die Europese ballingschap belandt, omdat daardoor de missie van het Jodendom kon worden uitgevoerd,
namelijk dat Joden de verantwoordelijkheid hadden om de niet-Joden de wegen van de Torah, de wegen van de God van Israël te leren. En dat uiteindelijk in zekere zin in de Shoah zijn hoogtepunt of zijn dieptepunt, maar zijn hoogtepunt vindt, want er is geen andere manier om nadrukkelijk de God van Israël te leren kennen door te kijken naar zijn tegendeel, door te kijken naar wat er ontbreekt in de aanwezigheid van God. De afwezigheid van God in de Holocaust is, nou ja, op een perverse wijze misschien wel een godsbewijs te noemen. Want dat laat zien wat de mens is zonder dat hij leeft in de gehoorzaamheid aan de Torah en aan God. Dan is hij tot zoiets in staat. Zonder uitzondering tot zoiets in staat. En dat tegendeel, die Germaanse afgoderij tegenover de Joodse aanbidding van de enige God, de God van Israël. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat die Europese ballingschap, zelfs in haar meest afschuwelijke vorm, de ondergang, de bijna ondergang van Israël in de Holocaust, dat nu laat zien hoe God met deze wereld omgaat als hij haar laat begaan, en dat hij in 1948 zegt, oké, Zedai, nu is het genoeg, nu haal ik mijn volk terug, nu gaan we richting Messiaanse tijd. En dat gaat dan dwars door, ook weer een geschiedenis van incidenten heen, gaat dwars door de strijd met Hamas en de strijd met de Arabieren en al die ellende die we in de politiek zien rond Israël. Maar God is zijn volk en zijn land aan het voorbereiden voor het volledig herstel van de Torah. Dat is een wereldomvattende gebeurtenis, en het herstel van de tempel als het centrum van de eredienst van de hele mensheid. God is dat aan het voorbereiden. En dat zie je terug in de teksten. En als alleen maar wordt geconstateerd, die terugkeer ging dus mis. Met andere woorden, de enige functie die het nog had, dat is de voorbereiding van de komst van de Messias. Dan kan het Jodendom zeggen, wel nee, die terugkeer is door Nehemia helemaal niet. Hè, Nehemia helemaal niet als een volledige vergissing, als een volledige ellende gezien. De ontheiliging van de Sabbat is een zonde van de edelen van Juda, niet van heel Israël. De gemengde huwelijken, dat is door Nehemia geregeld, en dat is niet het hele volk dat dat doet. Uiteindelijk zegt Nehemia, ik heb het geregeld. Hij maakt een einde aan deze overtreding. En wat zegt Berghoff dan? Maar het slot is dat Nehemia overal om zich heen wetsovertreding constateert en vanuit zijn eenzaamheid God om hulp spreekt. Dat is niet het geval. Dat is niet het geval. En dan kan hij vervolgens dan zeggen, er is dan ook helemaal geen sprake van zulke troosteloze schilderingen van het volk na de ballingschap in Jesaja. En dat zou dan met name in deze hoofdstukken zijn. Nou, ga die hoofdstukken maar na. Ze zijn kritisch en scherp, maar het zijn toch geen troosteloze schilderingen van het volk na de ballingschap. Er is geen sprake daar van de terugkeer uit de ballingschap. Er is sprake daar van de zonde van het volk die heeft geleid tot de Babylonische ballingschap. Het is geen schets van wat er na de ballingschap aan het gebeuren is. Ik snap niet hoe die daarbij komt. Er is geen rechtstreekse verwijzing naar het Jeruzalem en de tempel van de terugkeer. Geen sprake van de herbouw van de tempel. Ja, in de toekomstige herbouw van de tempel tot zijn volle glorie. Dat wordt genoemd. Maar niet de herbouw van Jeruzalem zoals die heeft plaatsgevonden meteen na de terugkeer. Ik geef hier nog die samenvatting in de tekst, maar dat moet u maar in de tekst verder gaan lezen. אתה מאזין לתיקון בית אהבת התורה, ערוץ האינטרנט ללימוד תורה וספרות רבנית. Ja, het nut van deze teksten ligt volgens mij erin dat we gaan doorzien wat, laten we zeggen, de schema's zijn waar de christelijke theologie zich van bedient en van bedienen moet om begrip te krijgen van de openbaring in Tenach. En dat is een heel ander schema dan het Jodendom hanteert. En minstens moet je dan vaststellen dat ze gelijkwaardig zijn en dat er geen enkele reden is om het christelijk schema hoger te achten dan dat van het rabbijnse Jodendom. Beide zijn
maken volledig, hebben een volledige strekking en betekenis. Ik heb nog een laatste afsluitende opmerking die met deze zaak eigenlijk helemaal niks te maken heeft. En dat is deze. Ik heb een tijd geleden in een blog gesteld. Je zou het Nieuwe Testament kunnen lezen als een soort midrash op het Oude Testament. Ja en nee, moet ik dan toch eigenlijk zeggen. Misschien moet ik het zelfs helemaal terugnemen. Want een midrash is toch een poging om een tekst te vertalen naar de context van het eigen heden, om mogelijkheden van interpretatie te verkennen, om de tekst achter de tekst of de tekst tussen de regels te ontdekken. En dat is toch altijd in een houding van ontzag en respect tegenover de tekst van Tenach. En dat is toch niet wat we vinden in het Nieuwe Testament, waar de tekst wel gebruikt wordt als een soort polemisch wapen, door te zeggen van de Heer heeft het al gezegd, of zoals al geschreven staat. Het is dat ene element van meerdere van de halachische midrash, Shene en Mar, zoals geschreven staat, dat moet de fundering zijn van wat je dan zegt. Dus dat is in zekere zin een bewijstekstensysteem, ook niet onbekend trouwens in die periode. Maar dan kun je het nog geen midrash noemen. Midrash heeft een ontzettend hoog respect voor de peshat, de letterlijke betekenis van de tekst. Want de midrash mag nooit buiten de grenzen van de peshat uitgaan. En dat is van het allergrootste belang, want dat doet dus in het Nieuwe Testament de interpretatie voortdurend. De interpretatie van het Oude Testament gaat voortdurend de grenzen van het Oude te boven en gaat die voorbij. Nou, dat wilde ik nog even kwijt. Dan zeg ik dank voor het luisteren en dan heel graag tot de volgende keer. Dag. U hebt geluisterd naar een uitzending van Beit Ahavat HaTorah, het internetkanaal van Robert Veen voor de studie van Tenach en de rabbijnse literatuur.